door bestuurders met regelmaat aangehaalde draagvlak is niet het draagvlak van de inwoners van Flevoland. De beloofde werkgelegenheid is flauwekul. Dat er geen draagvlak is, hebben de acties in de diverse gemeenten wel bewezen. Het beste voorbeeld is Zeewolde, waar in 2006 4600 handtekeningen zijn opgehaald als protest tegenover drogplannen vierkanten. De meest recente informatie met betrekking tot, tot met name de toenaderingsroutes geeft opnieuw een zeer ongewenste beeld van routes die rijkelijks langs de bebouwde omgeving van Zeewolde zijn geprojecteerd. Trouwens, waarom staan de startroutes in dit meer wel vermeld, maar niet de toenaderingsroutes? Wat is daarvan de bedoeling? Want op deze manier wordt de bevolking toch eigenlijk niet goed voorgelegd. Maar wat bij GroenLinks blijft brengen, is de steun aan de plannen die wordt verleend door de overheid. Hoe verhoudt een vervuilende luchthaven zich tot de klimaatambitie om in 2030 30% minder CO2 uit te stoten? Dat zal niet meevallen als een luchthavensector straks weer gaat groeien. De voorwaarden waaronder de sector in 2012 meegedoen met de emissiehandel zijn zo slap dat het voorlopig niet of nauwelijks tot prijsstijgingen zal leiden en zo geen invloed zal hebben op de vraag. Hoe verhoudt de warme steun van de provincie zich met de ambitie de meest klimaatvriendelijke provincie van Flevoland te willen worden? Voor GroenLinks is het duidelijk, dat verhoudt zich niet met de kernkwaliteit van Flevoland, zoals rust en ruimte. En Flevoland koketteert daarmee, door de kikkertief als het symbool van Flevoland te gebruiken. Maar na de uitbreiding is er weer een stuk Nederland, waar het gedaan is met de rust en de schone natuur. GroenLinks hecht weinig geloof aan het verhaal of de toegevoegde waarde van de luchthaven als werkgelegenheidsmotor. In helder Nederlands vindt GroenLinks het flauwekul waarmee de bevolking rijk moet worden gemaakt voor een luchthaven die ze niets anders oplevert dan herrie. In de ogen van GroenLinks is dit volksverlakkerij. Chartermaatschappijen zijn zuinige ondernemingen met zo weinig mogelijk personeel. Passagiers komen aan, stappen in en weg zijn ze weer. Andersom precies hetzelfde. En daarnaast vliegen chartermaatschappijen naar vakantiebestemmingen. Dat zal weinig bedrijven naar de polder trekken. Want wat hebben die aan bestemmingen als Antalya en Agadir? Niemand heeft tot nu toe waar kunnen maken waar de 800 arbeidsplaatsen vandaan zullen komen. Daarnaast wil GroenLinks investeringen in groene banen en in toekomstgerichte sectoren zoals alternatieve vormen van energieopwekking en openbaar vervoer. GroenLinks wil geen betonbanen, maar groene banen die wel goed zijn voor het woon- en leefklimaat en voor de economie. Denk aan banen in de isolatie van windmolens of van woningen, plaatsen van windmolens, schone energiebedrijven, beter openbaar vervoer, straks banen in het Oostvaarderswold, de zorg, de recreatie. Er zijn vast meer voorbeelden te vinden. Veel inwoners van Flevoland zijn bij Schiphol weggevlucht vanwege de overlast. Kunt u waarmaken dat deze en andere inwoners van Flevoland zich geen zorgen hoeven te maken over de woonkwaliteit in Flevoland? De uitbreiding van de luchthaven blokkeert ook de uitbreiding van Almere in oostelijke richting. GroenLinks zit niets in de uitbreiding van Almere westelijk buiten Duits. En daarmee zal Almere in onze ogen naar het oosten moeten groeien. Een grote luchthaven in Flevoland past daar niet bij. Ook de routes worden wel erg mooi voorgesteld in deze werk. Mooie dunne lijntjes die precies langs de dorpen en de steden lopen. Maar ook dat is natuurlijk allemaal flauwekul. In de praktijk kunnen piloten flink afwijken van de voorgeschreven vliegroutes. De luchtvaartinspectie heeft daar nauwelijks grip op. En een route die vlak langs de bebouwde kom loopt, betekent in de praktijk dus dat vliegtuigen over de steden, de stad en dorpen zullen vliegen. De route over de Oostvaardersplassen is voor GroenLinks niet bespreekbaar. Niet vanuit het oogpunt van natuurbescherming, maar ook niet vanuit het oogpunt van veiligheid. De Oostvaardersplassen zijn een Natura 2000 gebied. Er geniet daarmee de belangrijkste bescherming, omdat is vastgesteld dat het gebied van grote waarde is voor heel Europa. GroenLinks vindt dat de uitbreiding van de luchthaven een onverantwoorde hypotheek op de toekomst legt. Flevoland is een nog heel jonge provincie die nog volop ontwikkelt en verandert. De veranderingen in het decennium in Flevoland
zijn op Nederlandse schaal onvergelijkbaar en zullen door de komst van een luchthaven sterk worden ingeperkt. Dat is dom, dat moet je niet doen. Als afsluiting iets over de wijze waarop de bevolking betrokken wordt bij deze plannen. De merrende bijlagen zijn voor een gewone geïnteresseerde inwoner een verschrikkelijke stapel informatie waar je redelijkerwijs geen wijsheid zal worden. Veel te complex, veel te veel getallen. Op basis daarvan kan geen enkele burger, die niet heel goed is ingevoerd in het dossier, een goed onderbouwde inspraak voeren in het indienen. En als volksvertegenwoordiger maak ik me daar zorgen om. Concluderend. Schiphol gooit haar eigen probleem over de schutting. Door de uitbreidingsplannen van de luchthaven spreidt het vliegtuiglawaai zich als een inktvlek boven Nederland uit. Bovendien staat de enorme groei van het vliegverkeer op gespannen voet met de klimaatambities van het kabinet en gedeputeerde staten. Extra vluchtcapaciteit is het slechtst denkbare antwoord op de klimaatcrisis. De recessie wordt er evenmin mee bestreden. Investeer liever in groene banen, investeer liever of maak werk van zon en wind. Dank u wel.